In de pool bij sporthal het Kjellerdiekje in Ljouwert binnen Joet een soort derde visken uit het wetter hellen. De gemeente had pompen in het wetter zetten om het zuurstofgehalte omheeg te krijgen. Ik heb direct even metingen dingen naar de zuurstofgehalte en dat is wel fors omheen gegaan. Nou, dan ben we nog wat letter op het dij, dus dan wordt het sowieso alweer beter, omdat de wetterplant nu alweer zuurstof produceren. Nou ja, dus het is nog weer goed, maar er is dusdanig volle vis deergang dat het in dit wetter helaas geen zin meer had of de zuurstofgehalte nog heeg of laag is. Ook bij de Juliana-lene in Ljouwert is in het verliezen vaak visk stoorn. Er stiet al een pomp in het wetter, maar die is net sterk genoeg. Sportfiskers moet je haar een zwargen. We hebben nu ook een WhatsApp-groep opgericht voor alle water hier in de buurt een beetje in de gaten te houden. En dan sturen we dat gewoon door naar Tamme, want als er een vis aan het happen is of zo. Oh, en dan probeer je het een beetje te voorkomen. Je hem tinken mij. Zo is dat. Het calamiteitenteam van Sportviskerij Friesland houdt de zaak goed in de gaten en giet erop aan om visken naar een oorplak te brengen als het misdriegen te gaan. Dag en nacht dan willen we weer naar de vis daar, want je wil onthet als die vis die gaat. Dus wij zullen het in alle tijden alles aan de kant zetten om die vis te redden. Mensen die visken sjoggen die het naar adem happen, kunnen dit melden via de website van Sportvisserij Friesland.